Yo, what's up? Het is je boy Glenhoofd. We zijn hier met Alessandro. Ik ben hier met Alessandro. En we zijn vandaag in Brugge. Wat was de bedoeling? We gaan 24 uur overleven zonder geld. Ik heb een vraag. We zijn bezig met een programma dat 24 uur overleven zonder geld. Klinkt misschien. Nee, ik ben die baas. Is er geen baas ofzo? Ja, kijk, deze camera is daar. Ik kan niet gaan. Ik ben een stressen man. Anders, als dat weet ik, moet ik helemaal aan het vragen. Zonder geld. Het is een mag ik filmen? Mag ik filmen? Ben je wel aan het filmen? Ja. Maar, of u iets, al is het heel kleins, ons gratis zou kunnen geven om te eten. We hebben dan op taal gefixt, daarom dat we ook geen tassen hebben of jassen. Ja. Nu is het alleen nog ons avondmaal dat we het moeten hebben. Ik zou wel iets maken. Ja? Ja, dat is goed. Echt? Super. Merci. Merci. Voor alle drie voor iemand. Het liefst alle drie. Voilà mensen, zoals je kan zien, het is dus gelukt. We hebben ons avondmaal. Ja, stress man, het echt niet ging lukken. Ik was echt bang voor jou. Dat deed je aan mij overlaten. Ja, eigenlijk wel. Stel je voor dat ik gewoon ongelukkig ben. Maar ik ben echt wel 2 weken lang karma alleen. Hè. Alleen ik heb het zelf niet. Ja. Hij zou beter YouTuber moeten worden. Zeker, daar heb je tijd voor van een voetballer. Alexander Uft. Alles toe. Alles toe. Zeg je niet zo goed? KUT voor mijn ontbijt. Kick, L in mijn oog. Big, L in chapeau. 9, 11 blow. In de bikini, diep. Kom als confetti, beep. Ze slik, ze vis mijn lip. Advies, hem de valies. Avondmaal, laatste avondmaal. Avondmaal, laatste avondmaal. Avondmaal, laatste avondmaal. Avondmaal, laatste avondmaal. Oké, we hebben zojuist dus gegeten, we hebben gewoon durm gekregen. Alle drie een durm. Dus, het is ons gelukt. Het is gelukt, inderdaad. Ja, ik wil de pietazak echt bedanken. Ja. Zeker dikke SO naar hem. Ja, echt super vriendelijke man. Ja, super vriendelijk dus. Als je een keer gratis wil komen als eten. Zijn, als je naar Brugge bent, kom gewoon naar hier. En naar eens anders eten, kom gewoon hier. Ja. Het is nu 21:41. Dat betekent dat we nog een avond hebben om iets te doen. We willen nog graag iets om te hebben om te drinken. Dus dan gaan we straks kijken in de nachtwinkel eventueel. Of dat we een Golden Power of zo kunnen fixen. Kijk hier ernaast. Ja, we gaan. Dus ja, we zien nog wel wat de avond naartoe brengt. You know. En misschien nog een activiteit, wat ook zo leuk zijn om de avond te eindigen. En de bedoeling is om morgen tegen 8 à 9 uur op te staan, onze postmak klaar te maken. Ons gratis ontbijt dat we gegeven hebben, op te eten. En dan nog een kleine activiteit om dan terug te vertrekken naar Gent. Ja, dat is ja. Enjoy! Ik heb een vraag. We zijn met een programma bezig. Het is aan het filmen ook. We zijn met een programma bezig. 24 uur overleven. En Engels. Ja. Oh, yeah. I'm going to explain it. We are guys and we have our own program. And it's the bedoeling that we survive in Bruges for 24 hours without money. So we had the question to you if we don't get something to drink. Golden like water or drink. Three golden. Yeah. Three golden flowers. Yes, oh, okay. Yes. Let's see. Nee. Volgens mij begint vanaf nu altijd vragen, hè? Yes. Als ik het wil. Als de 3 Golden Powers. Een Engels verpaal weer op niets, maar. Merci. Thank you so much. Overal waar ik kom, er is altijd karma. Jongens, het is duidelijk. Ik neem vanaf nu de plaats over van Glen. 3 keer heb ik gevraagd, 3 keer is gelukt. Ja, gewoon duidelijk, hè. Het is wel direct gelukt, ook. Hè. Naast de pizza is gewoon een Golden Powertje. Het is avond, een beetje energie opbrengen. Wat moeten we nog hebben?
bitches? Ja, okay. Jaren? Jimmy's? Nee. Daar weet ik niet. Pas op. Sorry. We're living the good life. Ja, man. Besef even. Hotel. Hoeveel was hotel ongeveer? Ik denk dat dat ongeveer 30 euro is per persoon. 30, 90 euro al. Durum, ik heb net gekeken, was 5 euro voor een Durum. Dat is 15. 5 euro en half. 100, is 105. 105. Plus. Dat is 1 euro. Is 3 euro is 100. Wat? 108. 108 euro al. Besef 108 euro. Dus mensen, zoals je kunt zien, als je echt keer zit, als je echt je geld hebt en wilt overleven zonder hen, geld kan altijd. Het is nu 22:40 uur. We hebben nu gratis mogen poelen. Super vriendelijk. Dus heel vriendelijke man. Dan gaan we nu even ons van onze laatste avond profiteren. Mooi afsluiten. Mooi afsluiten om te zijn. Alweer gratis. Dus ja, kan niet beter. Shalal is weer niks aan het doen. Dus ja, is kennen. Blauwe hemel, ja. Blauwe hemel, ja. Blauwe hemel, ja. Mensen, even de deur. Zoals jullie zou kunnen zien, we hebben gratis drink gehad. Ik heb mijn pad water bestaan. Eén mijn cola en één een ijs. Super lieve man, super vriendelijk. Tot een gauw. De kleur van liefde ken ik niet, mijn smurven blijven blauw. Blauwe hemel, blauwe hemel, blauwe hemel, blauw. Blauwe hemel, blauwe hemel, mijn emoties blauw. Blauwe hemel, blauwe hemel, blauwe hemel, blauw. Blauwe hemel, blauwe hemel, mijn emoties blauw. Ik heb je niet, ik hou me sterk. En jij vindt me lief, maar dan alleen in bed. Je verdoet mijn tijd beperkt. Jij wordt agressief wanneer ik vroeg vertrek. Blauwe Masia, baby let it go. En je noemt me constant baby, maar mijn naam is Joe. Blauwe Masia, baby let it go. Ik zag een lion queen, je zag me net een antiloop. Wat een beetje niet. Gren, wil je nog iets aan? Ik zit een stukje in dat spel. I'm a blauw. Blauwe hemel, blauwe hemel, blauwe hemel, blauw. Met een ezel zoek je liefde, maar ik ben al dan. Ik was. Kunnen we bedanken? Ja, graag gedaan. Wat jij doen doen? Hij geeft toevallig een logo of zo van iets, dat, een logo van nu, dat we even kunnen in beeld brengen of zo, als we toch als bedanking. Maar dat gaat wel in beeld. Ja, dat gaat wel in beeld. Hè. Ja, die meepakken. Ja, en die. Ja, dat. Hey. Bedankt. Merci. Dat is misschien nog een keer. Ja. Maar we zien jullie zo. Oké, geen probleem. Werk. Glenn, wil je iets zeggen in de kamer terwijl we nu licht hebben? Ik wil die man echt super bedanken dat we daar gewoon een uur hebben mogen spelen. Plus een drankje. We hebben het niet gevraagd. Pardon. Ik dacht dat ik de camera aan had staan, maar de camera stond uit. Dus, maar we hebben het wel gratis gekregen, dus daar ook zijn logo even in beeld, snap je? Ik ga zo naar deze Snooker Palace. Ja, ga zo. Brug, zei het, zie ik hier komen. Oh, we zijn hier komen, echt super gezellig. Het is nu avond, het is nu 23 uur. Wie is die camera past? De cameraman die altijd vals speelt. Geen echte vent. Ik heb wel eerlijk gespeeld. Het is nu bijna 11:30. Net over 11:30. De dag zit erop. Nu op ons naar ons hotel, daar drinken we misschien nog iets. Gratis. Ja, gratis. Vergeet dat nog een drankje, gratis. We zien nog wat dat we doen, waarschijnlijk slapen niet direct, maar... Misschien een ijsje fixen, ja, we zitten in een ijsje, inderdaad. Maar, als het dan ook kunnen fixen, is het dag gewoon. Die man zei zelf ook, ik vroeg aan die man van ja, is er iets te doen om te drinken of zo, om te feesten, omdat we hier toch een Brugge zijn. Maar die man zei ook van ja, direct een dode stad is. Dus helaas. Brengt de avond niet veel meer. Ja, ik geen goede meisjes voor Jalal. Ik heb niks gezegd. Jammer genoeg is er hier geen niks meer. Maar we gaan nog op stap. Dus. Ja. Een avondwandelingetje. Ja, voordat we naar het hotel gaan, gaan we nog een avondwandeling doen. Vanaf hier de straat, zie je leren. Ja, bestaat. Er is hier niemand. Everybody. Baby, gooi je drone omhoog.
Hallo. Ja, oké, yo. De, ja, het is 1 uur. We gaan nu door naar de nachtwinkel gaan. Maar ik vraag voor drinken. Allemaal dorst. Dorst door de mensen. Dus ja, you know. Nou, je is gratis drinken. Yo. We zijn bezig met het programma 24 uur aan het overleven. Oké, maar ik ga even uitleggen. We zijn 24 uur aan het overleven in Brugge, zonder geld. En het is nu 1 uur en we hebben eigenlijk alle 3 uur getorst. Zouden we misschien gratis een drankje mogen ofzo? Geen bier ofzo, hè? Gewoon. Nee, you don't drink. Ja, is goed. Ja. Yeah. Cool. Merci. Merci. Thank you very much. Oké, cola. Niet slecht. Beter dan niks? Ja. Was wel nee, maar camera werkt altijd, hè? Ik kwam een beetje raar, man. Ja. En was, ik was er wel door gevraagd dat als geen nee. Ja, ik had eerlijk gezegd nee ging zijn. Maar uiteindelijk, we hebben toch wel 1 cola. Ja, er zijn hier hopelijk nog nachtwinkels. Eerst wel, misschien nog een cafeetje om 1 uur s'nachts. Maar ik heb wel dorst, dus fuck jullie. Nee. Go drink. Bye bye. Ik wil wel eerst een keer drinken, man. Het is bijna 1:30, nog 10 minuutjes is 1:30. Oei, je hoort zo raar beeld. Ja, plots hier staat zo recht. We hebben dus. We gaan dus eigenlijk straks slapen. Eigenlijk al een beetje chillen, nog gewoon in het soort van hotel. Ik ben blij dat we hier zitten, tenminste. Hij was eigenlijk die deur. Ik heb geen idee. We zitten met een geheime kamer. Het is Anubis. Die deur is op slot? Nee. Zo niet. Er is een meeting in België, 8 en 9 september denk ik. Ik ben alle 2 dagen aanwezig. En zo knol komt ook. Dylan Harris komt ook. De rest weet ik niet eigenlijk. Ik kom sowieso, ik ga sowieso 1 iemand meepakken om te filmen, dus... Ja, ik weet nog niet wie ik daar ga meepakken. Ik denk dat ik mijn moeder ga meenemen. Ze zijn wel opstederen als ze dat doen. Ik zou dat echt nog doen, ze. Dus ja... Kijk je met mama. Mama! Dus ja, als je mij wilt ontmoeten, het is in Antwerpen, ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Als je moest je mij willen ontmoeten, zo niet, ja, dan kom je niet. Maar jullie ontmoeten. Dat weet ik, maar ja. Oké, ik zou zeggen, slaap wel mensen. Slaap wel guys! En see tot... Tomorrowland. Tomorrow. Yo, boys. Ik ben net wakker. Oh. Het is. Kijk, 8:18. Jalal staat onder mij, is ook wakker. Yo! Homo! Waar is hij? Ah, hier. Hey. Ik zie je hoofd niet, ah, hier, daar. Hey. Er is maar 1 iemand die nog slaapt, en dat is Alexandro zelf. Het is Alexandro, niet Alexandro. Zeg ik Alex? Ja. Ah. Alles. Alles opstaan. Alles. Maar ik ben al heel tijd, je moet. Ik zei niet dat je daar ligt, hè. Fucking molen. Mijn mond houden. Ik heb honger, man. Ik ook. Ik wil slapen. Ik ga me klaarmaken. Ja, ik weet niet waar. Ik ben cameraman. De mooie mensen, ziet er niet zo fris uit, maakt niet uit. Weinig slaap. We hebben ons ontbijt. Gratis en voor niks. Ontbijt is wel matig. Dat ziet er beter uit als je al dat filmt. Ik van de camera. Dat is niks voor hem, beeld. Waarom hebben jullie geen eetje genoemd? Ik vind het een nijpel mooi. Oh, wow. Ja. Ah, dat is een eetje. Hij moet hier even terug. Thanks papa voor de 10k. Ik heb het echt ervan gemaakt, dus laat me met gerust. En ik zat ook aan de drugs. En ik ging nog met de bus. Morgen haal ik nieuwe drugs. En ik laat je met gerust. Dus laat me met... Alles. Alles. Wil je iets zeggen? Dat is niet veel, dan. Kut cameraman QWERTY. Nu heeft het gesmaakt. Ik ben obese. Eerst een beetje de chimney onder de stappen. Jeetje. Gewoon een donut eigenlijk, man. Een donut, heeft. Van me. Een cameraman, je hebt het gesmaakt. Nee, man. Maar nee. Tuurlijk. Als al gaat hij dus een keer voor mij. Zal deze? Zal iets mogen? Thank you voor
to tonight. No problem. Was everything okay? Yeah. Thanks. Okay, we hebben dus net uitgecheckt. Ik ben kapot moe, ik heb echt amper geslapen. Jill, je hebt ook amper geslapen. Ik ook, ik zit er ook niet uit. Wow, hij heeft het meest geslapen van al, hè? Ik heb meest geslapen van al mensen, maar ik zit het slechtste. Ja. Dat maakt niet uit. Het is nu 10:30, dacht ik. Zo goed als 10:30. Wat is nu de bedoeling? We gaan nu een paar winkeltjes checken, gewoon een beetje kijken. We mogen niks uitgeven, maar we gaan toch een keer kijken. Dan gaan we nog kijken voor een opdracht. Dat we eventueel nog een kleine opdracht kunnen doen, misschien op de paarden. Rijden. ik wist dat ik moest zeggen op die shit rijden. Met de paarden rijden, vooral met de paarden rijden. De eerste die op paarden wil rijden is een cameraman. Fuck up, man. Ik heb een vraagje. We zijn bezig met 24 uur overleven. Ja, ik denk misschien raar. We zijn ook aan het filmen. Het is eigenlijk al gelukt, hè. We hebben hier overnacht. We hebben gisteren ook al gegeten. We hebben gisteren ook iets anders gesnoekerd. Hè. Snoekerd. En nu is onze vraag, misschien zouden we misschien een klein ritje mogen met de paarden. Wij kunnen dat nu wel niet doen, maar wij werken voor een baas. En het moment dat we hier vertrekken, is 2,5 euro. Echt? Dat niet. Hey, weet je hoeveel dat is voor een ritje? 50 euro. 50 euro, man. Dat is wel meer dan nog. Maar het is niet leuk, we gaan nu kijken naar die bootjes, maar we gaan ook naar andere winkels kijken. Ik wil graag nog iets doen vandaag. Ja, dat is nog zeker een goede opdracht. Ik heb wel nog steeds dorst en ik heb geen zin om water te drinken. Ik ben moe, man. Maar ze kijken zo scheef. Ja, maar we... zijn Chinezen. Ze moeten dat wel accepteren, andere man. Andere kant. Oh ja, het zijn andere generaties. Die gaan dat niet accepteren, maar ja, we zijn er wel. Dat is New Wave, man. Fuck up. Hast u? Ik pest dat we toch nog een bedrijf gaan starten. Pest. Dus we zijn hier in de winkel, waar dan artikelen zijn van Supreme of Fight en waarop. En er is hier letterlijk niemand. Gewoon niemand. En ik wil eigenlijk wel iets kopen van Supreme. En ik zou graag voor die Off-White willen gaan. Maar na 12 uur is ons ding gedaan, dus dan pas kunnen we dingen kopen. Maar we willen wel prijs weten, snap je? Blah. Fuck, ik heb 63%, ik heb amper mijn gsm zitten. Jullie staan mooi op beeld. Thanks. Ook wel vaker. Allee, ik toch soms. Zijn het filmen? Ja, ik ben al 15 seconden aan het filmen. Oké, mensen, we zitten aan het station. De 24 uur zit erop. Vandaag was het redelijk rustig voor ons. We hadden geen honger niet meer. We hadden redelijk veel ontbeten. Ja, wij hebben geen honger niet meer. Jij bent cameraman. Heeft altijd honger. Dus we zijn niet achter een donut geweest ofzo, wat wel de bedoeling was. We hebben ook geen Burger King gegeten, ook al gingen we dat betalen, ik had gewoon geen honger. Als activiteit, ja, die paarden lukten niet. Die boten, ja, hebben we niet. Ja, ging sowieso moeilijk zijn ook. Dus hebben we dat gewoon geskipt. Maar we hebben gisteravond zitten snoekeren. Dus we hebben eigenlijk wel een activiteit. Ja, in principe dus wel. Is ook wel in orde. Dus in principe, we hebben. Alles ja, we hebben gratis hotel, 30 euro per persoon ongeveer. Wij die zwavers zitten de hele tijd te kijken. Wie? Die zwavers daar. Waar? Voor jullie. Maar ja, maakt mij een flinkrit. Fucken man, hoe fucken. Dus we hebben een gratis hotel van 30 euro. Eten, Durum was 5 euro per persoon. Snoeker was 10 euro. Gratis drinken, we hebben twee keer gratis drinken. Ik vind het een nachtwinkel. Gratis drinken en nachtwinkel ook nog. Golden Powers, 1 euro. 3 Golden Powers. Dan was er eentje die een beetje egoïstisch was. Ja. Een koelertje meekregen. Dat was wel 1,50, maar ja, ey, beter dan niks. Hè. We hebben ook nog gratis drinken gehad daarnet. Waarom niet? Het juiste bedrag wat we allemaal hebben uitgespaard zou wel zou hieronder staan. Ja, was met u. Ik heb de hekel, man. Heel tijd. Vonden jullie deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Wil je meer zien van zulke soort video's? Laat dan gerust weten en abonneer op mijn kanaal. Klik ook op het beltje daarnaast zodat je een geluidje krijgt wanneer ik een nieuwe video maak. Elke woensdag om 19 uur. En volg ook deze. Ja, volg hem op Instagram. Volg de cameraman. Hij is een beetje kut vandaag. Fuck you, man. Eigenlijk is hij gewoon de volledige 24 uur tand geweest, we hebben niet veel aan gehad. Maar toch, ja, we moesten een cameraman vinden en hij was de beste in deze job. Hij moet ook nog een straf doen, dus je mag ook iets verzinnen wat hij moet doen voor straf. Dat is zeker in de comments achter. Een opdracht, als je iets anders wil zien, ergens anders overnachten of zo, laat dat gerust weten. Ons 24 uur zit erop. Ik ben morgen naar Marokko, dus dat is jammer. Ons 24 uur zit erop.
En ik hoop dat jullie het super tof vonden. Wij vonden het vast interessant om te doen, denk ik. Leuk avontuur. Maar ja. We alle activiteiten. En Alessandro heeft een sticker gestoord. Leuk. Ja, bij deze mensen, ik heb mijn t-shirt gekocht, een paar kousen gekocht. Ja. Ik heb een ring gestolen. Moet kunnen. Oké, bedankt om te kijken en dan zeg ik jullie tot volgende week. Oeh, ik heb me gefilmd. Doei. Het is serieus. Nee, maar.